Hallo en welkom bij Vlogmas nummer 15 en het is vandaag vrijdag. Wat betekent dat het begin van het weekend is? Altijd super fijn. Ik ben trouwens even ondertussen water aan het opzetten. Ik heb in één keer enorme dorst. En ik ben al een tijdje op. Ik heb de vlogmas van gisteren, nummer 14, al helemaal geëdit. En die is geüpload. Moet alleen nog eventjes een thumbnail voor worden gemaakt. Maar ik denk dat ik dat later eventjes ga doen. Nou, gisteren heb ik het redelijk laat gemaakt uiteindelijk. Omdat ik echt tot nu of 1:30 op de computer zat YouTube video's kijken. En dan vergeet ik altijd op een gegeven moment de tijd. Dus dan dacht ik, laat ik maar gewoon naar bed gaan. En nu ben ik dus wakker geworden en ben ik echt redelijk gaar. Je hoort het ook een beetje in mijn stem. En ik zit nu gewoon weer heel eventjes achter de computer. Het is veel te vroeg om weer achter een beeldscherm te zitten, maar ja, een soort van verslaafde, dat snap je wel. Als ik niet achter mijn computer zit, dan zit ik wel achter mijn televisie of achter mijn telefoonscherm. Ik denk dat bijna iedereen het wel heeft, hè. Ik wil eigenlijk, zeg maar, het liefst niet meteen achter een beeldscherm duiken, maar het gebeurt gewoon. Maar goed, ik ga me nu heel veel opmaken en zo aankleden, dat soort dingen. Want ik heb straks met Larissa afgesproken. Ik ga even de adventskalenders erbij pakken, want dan gaan we die gelijk even openen. En ik ga jullie even neerzetten. Zo, allereerst de Essence kalender natuurlijk. We gaan naar nummer, wat zei ik ook weer, 15 of 14? 15 zie ik. Oeh, het is een nieuw lakje. Wauw, deze is heel donker. Dit is een hele mooie, het lijkt eigenlijk bijna bruin, maar ik denk dat hij uiteindelijk rood overkomt op de nagels. Dit is de kleur The Christmas and Nail Story. Oeh, ja, ik zie het al. Het is een hele mooie soort van donker rode paarse kleur. Dus het zal wel een hele mooie berry-achtige kleur zijn. Dus dat is altijd leuk. En ik moet echt wel een nieuw lakje weer op gaan doen. En ik zal van de posters ook eventjes nummer 15 pakken. Deze is leuk. Ik zit eigenlijk al stiekem te spieken. Deze is heel erg leuk. Super cool. Deze vind ik echt heel erg leuk. Die past heel goed, denk ik, bij de poster die ik eigenlijk gisteren van de muur heb afgehaald. Met een roze en een cactus, volgens mij. Dus dit is zeker iets wat ik, denk ik, richting de zomer zou willen gaan ophangen. Ik ben nog niet eens 5 minuten onderweg. En ik sta alweer gewoon half in de file. Wat heel raar is, want het is 2:00 'smiddags. Waarom is iedereen nu al klaar met werk? Ze dachten gewoon, wow, het is 00:30. 01:00, 01:30. En ik stop gewoon met werken. Nou, chill. Geen vrijdagborrel dus. Zo, daar ben ik weer. En nu ben ik opgemaakt en aangekleed. En ik ga nu eventjes de kalenders openen. Ik heb ze gisteren niet geopend. Dus ik heb 2 vakjes om te openen. Die van gisteren is namelijk nummer 14. En dit is uit de L'Occitane kalender. Oeh, wat is dit, joh? Een kleine douchegel is dit. Super chill. En even kijken, nummer 15 is dit kleinere vakje. Oeh, wat is dit? Oh, het is een, even kijken, een lipbalm volgens mij, ja. Ik denk dat het wel echt een heel fijn lipbalmpje kan zijn. Het is ook echt een heel leuk formaatje. En dan wacht ik nu heel eventjes tot Larissa hier is, want ze komt zo eventjes hierheen. En dan gaan we daarna meteen weer door naar de stad op de fiets. Dus ik denk dat ze er wel binnen 1 of 2 minuten moet zijn nu. Wie is er aangekomen hier bij ons thuis? Het is Larissa. En Larissa komt hier aan, gaat meteen aan de slag. Want ze moest nog even snel de thumbnail maken van de video die we straks online gaan gooien. Dedicated. Ik ben wel een dedicated vlogmaster. Dat mag wel even. Dedicated vlogmaster. Dat sowieso. Dat is goed, toch? En als we daarmee klaar zijn, gaan we even meteen de stad in. Ja, fiets of auto? Waar je zin in hebt. Auto? Dat is wel waar jij zin in hebt, waarschijnlijk. Ja, ik weet niet hoe koud het is buiten. Het is niet zo koud. Het valt echt heel erg mee. Dat viel me wel op. Ja, we moeten eigenlijk gezond doen, hè? En als je nog iets lekkers wil halen. Oh ja. Je zit weer eraf fietsen. Ja. Nou, het was net hard aan het miseren. Daarom zitten we nu toch in de auto onderweg naar de stad. Maar het is ook echt ontzettend druk. Dus we staan al de hele tijd in de file. Larissa stond ook al in de file toen ze naar mij toe kwam. Dus dat is best wel vervelend, want we doen er hierdoor wel heel lang over. Maar het is wel lekker warm. Dat wel. Nice and toasty. Nice and toasty. Zo, we hebben even een reuzenstroopwafel besteld. Een warme. Is die lekker? Hij is heel pers. Eigenlijk de allerlekkerste zijn toch wel echt degene die dus warm zijn, vind ik. Ik vind het lekkerder dan als ze gewoon al koud zijn in die verpakking. Ik heb echt nog de helft van dat ding al bijna. Nou, we hebben net even wat fotootjes geschoten. Het ging niet heel erg goed. Dus wat we nu gaan doen is we gaan heel eventjes lekkere chocolademelk halen bij Louis Book Café. Want ik heb gezien dat je daar echt vet goede chocolademelk kan krijgen. Dus ik hoop dat het waar is. Echt zo'n over de top chocolademelk. Oh, ik heb nu echt hele grote dingen in mijn hoofd. Ik ben heel erg benieuwd. De Louis Bookstore zit hier. We zijn er eigenlijk nog nooit geweest. Ik ben ook binnen. Oh, aardig. Er zitten best wel wat mensen, ja.
ben benieuwd. Nou, we hebben inmiddels een tafeltje weten te bemachtigen. En dat was niet makkelijk, want het zit echt helemaal vol. Ja. Zeg maar, binnen zit het vol en dan kan je ook nog hier naar beneden. En dan zit daar gewoon een hele huiskamer met mensen. Het is heel gezellig ingericht. Heel knus. En je hebt daarachter dus ook nog een boekenwinkeltje. Dus daarom heet het Lewis Bookstore. Dus volgens mij is het idee dat je gewoon lekker kan koffie drinken, thee drinken en een boekje kan lezen. Ja, of gewoon chillen. En je kan een beetje op werken. Ik zag beneden met mensen met laptops en zo. Het lijkt me wel heel gezellig om hier een keer te komen. Ja, want het zit er eigenlijk al een tijdje, maar we waren er gewoon echt nog nooit geweest. Dit zijn onze hot cocos. Deze heeft kersen bovenop en nog een donut en zo. En deze heeft een candy cane en kletskoppen. En het ziet er echt mega goed uit. Ik weet niet hoe we dit op gaan krijgen, maar het ziet er echt heel goed uit. Nou, we gaan weer weg. We gaan nu naar de Action toe. En wat ik nog wel even wil zeggen over de chocolademelk, is hij zag er echt super vet uit. Mm-hmm. Ja, persoonlijk vond ik hem een beetje tegenvallen, zeg maar. Ik had echt een super, super, super chocolademelk verwacht. En dit was echt een beetje matig. Beetje, ja, hij was niet super chocoladeachtig. Beetje te weinig chocoladesmaak of zo. Dus hij was wel cool en hij was ook zeker wel lekker, maar niet puur genoeg. We zijn niet, ja, we niet zijn misselijk makend genoeg. Ja. Maar wel heel erg leuk. Heel leuk plekje, dus ik wil zeker nog wel een keertje even spieken wat ze nog meer hebben. Maar heel prijzig. Ja, het dus was niet goedkoop. Nee. Wij waren zeg maar voor 2 chocomel in totaal ook kwijt. €13,50. Ze zijn dan natuurlijk wel heel opvallend. Kijk, dus het kost ook wel 6,50 of 7 per stuk. Daar heb je ook wel wat, maar ja. Ja, hou maar er even rekening mee. Ja, en ook als je andere dingetjes kijkt, ik vond het nogal aan de prijzige kant. Ja, dat wel. Volgens mij komt hier ergens de Primark. Ik heb zo'n gevoel. Ik weet het niet precies. Het is voor mij gewoon één groot doolhof geworden. Misschien toch niet, maar er komt sowieso een Primark in Utrecht. Dus dat is wel heel erg leuk, vind ik. Daar komt de Paris Sport. Hier is een Athletes iets en dan zit daar Nike. Het is toch allemaal een beetje hetzelfde. Ja, buiten komt ook nog een Decathlon. Allemaal sportwinkels. Ze willen meer mannen, denk ik, naar de mall trekken. Meer sporters. Nou, dat vind je niet bij mij. We staan heel veel in de Action en ik heb dit in mijn handen voor mijn DIY-projectje voor mijn gezellige open haard. Oh, kijk. Ja, dat is cool, hè? Ik vind dat echt super vet. Die heb je nu hier. Grappig. Hallo. Hallo. Gaan we onderweg naar huis. Wat ik trouwens, voordat we de stad ingingen, ging ik nog heel eventjes langs de Plus. En in de Plus hangen allemaal van die kerstversiering sterren. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Nee. Hele grote sterren. En een soort van gek stofje of zo. Dus ik ging er even aan voelen. En op dat moment werd ik geholpen. Dus ik draaide me om van, oh sorry, zei ik tegen de jongen. Ik zeg, ik was even aan je ster aan het voelen. En terwijl ik het zei, dacht ik, dit klinkt zo fout. Hij begon ook echt te lachen. Op een manier van, wat zeg je nou? Nou, we zijn inmiddels weer thuis en ik heb de notenkraker opgehangen in de open haard guirlande. En ik heb mijn hout gebruikt voor mijn soort van open haard projectje. Weet je, het is natuurlijk overduidelijk super nep en het zit in een kist. Maar ik wilde toch een soort van open haardje creëren. Dus ik heb die takjes rechtop neergezet en dan lampjes erin gedaan. En het stond heel raar om het gewoon op de grond te doen. Dus daarom heb ik het nu in een kist gedaan. Zo heb ik dan ook nog de stoel ernaast. Die kan eigenlijk ook nog wel meer die kant op en dan dit meer in het midden. Maar voor nu doe ik het eventjes zo. Dan is eigenlijk een soort van bijzettafeltje met open haard. Dus dat is een beetje het idee. Ik vind het op zich wel gezellig. Ik vind het wel sfeervol en eigenlijk hoort deze fase hier dan ook niet. En hierachter moet ik het nog wel iets netter maken, maar het idee is er. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ik vind het echt een succes. Het ziet er echt super schattig uit. En daar hadden we net wat was het, van die knappend haardvuur audio aan. En ik voelde zeg maar de warmte aan mijn gezicht, maar dat was natuurlijk niet echt. Ik heb wel de verwarming aangedaan. Misschien is dat het ook. En je hebt je jas nog aan. Ja, ik ga hem wel uitdoen, maar ik had net echt geen zin. Maar ik vind het heel leuk staan. Het staat echt heel vrolijk. Het is zeg maar hier kerstiger dan bij mij thuis. Ja, vind je? Ja. Maar, en ik heb daar ook lampjes in gedaan. Ja. Dus als ik deze wat donkerder doe. Ja, ik vind het echt heel gezellig. En dan de rode Ambilight. Dat vind ik ook gewoon. Dus nu moet ik ook wel echt hard aan de slag bij mij thuis. Dus we gaan ervoor. En ik heb alvast wat meer Galetta. Ik heb deze in het zilver genomen. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Hij is echt heel schattig. En ik heb hier inderdaad de open haard dan daadwerkelijk aanstaan. Voor het geluid en ja, de vlammetjes. En dan is dit ook een neppe.
Nou, ik vind het wel heel erg gezellig eigenlijk. Zo, we zijn er eventjes voor gaan zitten. Want zoals ik jullie in de vlog van gisteren had verteld, willen we even nog wat vraagjes beantwoorden voor de mini Q&A. Dus ik heb er een paar vragen bij gezocht. En we gaan gewoon gelijk beginnen. Allereerste is, voor de Q&A, dragen jullie wel eens vintage? Nou, ik moet eigenlijk gelijk aan vroeger denken. Want ik denk jaren geleden vond ik het vooral heel erg leuk om naar kringloopwinkels te gaan. En vintage winkels. En toen had ik nog wel eens een heel groot oversized vest. Ik vind het nog wel leuk en ik hou ook wel heel erg van het snuffelen. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer van gekomen. Ik vind het wel af en toe leuk om nog een tasje of zo te hebben. Maar als ik er nu over nadenk, heb ik eigenlijk helemaal geen vintage items meer in mijn kast zitten. Volgende vraag is, wat een leuke kerstspullen. Heb je die piek gekocht bij de Hema? En waar komen die slingers vandaan? Leuke vlog, liefst Peggy. Dankjewel, Peggy. De piek is inderdaad van de Hema. Oh ja, die sterretjes slinger is ook van de Hema. Oh ja. En dan die andere slingers, wat ik denk dat je... Sterretjes slinger is van de Hema? Hoe bedoel je? Ik had zo'n guirlande met van die sterren. Die glittersterren. Oh ja, ja. Maar ik denk dat je die andere grote slingers bedoelt. En met die regenboogkleurtjes. Heb ik, ja, met die regenboogkleuren. Die heb ik overgenomen van mijn moeder. En zij hebben ze gekocht in een winkeltje in Bataviastad. Maar ik was er niet bij. Ja, een of andere kerstwinkeltje in Bataviastad. Volgende vraag is, Larissa, waar heb je die kerstboomlampjes vandaan met transparant snoer? I need them. Met hele grote letters. Ik denk, ja, ik heb ze heel lang geleden gekocht. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een soort van normale lampjes. Volgens mij heb je transparant snoer. Je hebt het gewoon over diegene die, je doet hem normaal gesproken op de wand. En dan vallen ze allemaal zo tussen een soort van Maar volgens mij zijn het hele normale lampjes. En transparant snoer heb ik op heel veel plekken gezien. Volgens mij heb ik het bij Intratuin gezien. Ja. En ik denk dat mijne van de Praxis of de Karwei of de Gamma zijn. Een van die drie. Ik dacht Ikea. Oh echt? Oké, okay, nu wordt het lastig. Dus je krijgt nu vier opties. Intratuin, Ikea, Praxis, Gamma, Karwei. Okay. Good luck! Volgende is, hoi meiden, wat gaan jullie met de kerstdagen doen? En wat is jullie favoriete eetplekje in Utrecht? Nou, met de kerstdagen gaan we heel veel eten. En gewoon met de familie doen we dat altijd. Ja. Dus we gaan naar onze ouders toe. Serena en George komen ook. Onze vriendjes komen mee. En gaan we gewoon met iedereen lekker eten. Heel veel cadeautjes uitpakken. Ja, inderdaad. Cadeautjes uitpakken. We doen nooit echt spelletjes en zo. Dat komt er nooit van. Nee. Uiteindelijk. Uiteindelijk voelde het altijd van, oh, we moeten echt nog andere dingen meenemen of doen. Want anders vervelen we ons. Maar daar komt het eigenlijk nooit van. Nee, we zijn altijd wel in gesprek op onze telefoon. Televisie aan het kijken, koken, dat soort dingen. Ja, inderdaad. En we eten dan gewoon altijd stand kalkoen en dat soort dingen. En iedereen maakt vaak een gerechtje. Dus om de beurt gaan we dan de keuken in. Ja, Tara heeft gezegd, of soort van gevraagd of gezegd van dat ik het dessert mag doen. Maar ze heeft de lat al echt enorm hoog voor me gelegd. Dat valt wel mee. Oh, nou ja. In ieder geval, ik zou op zich wel dessert ook zelf willen doen. Want dat is mijn favoriet onderdeel. Ik dacht, ja. Larissa is echt zo'n zoete kuil. En dessert is zeg maar altijd wel redelijk... Nou, het ligt eraan wat je maakt. Maar het kan makkelijk. Ja, maar niks is voor mij makkelijk, hè? Jawel. Maar ik zou het wel leuk vinden om dessert te doen. Maar ik moet nog even inspiratie opdoen. En inderdaad, tweede kerstdag bij de schoonouders. Ja, precies. Maar ik kan echt nu al niet wachten op het eten. Gewoon. En ons favoriete eetplekje in Utrecht. Ik vind het een hele lastige. Maar ik was dus laatst, zoals jullie in een Vlogmas aflevering hebben gezien, naar Miyagi en Jones geweest. En ik heb daar wel echt genoten. Ja, dat is zeg maar Asian street food. En ik vond het ook heel erg lekker. Het was lekker en gewoon een hele coole omgeving. En het zag er gewoon tof uit. En dat moet er altijd echt bij zitten. Anders vind ik het vaak niet zo boeiend genoeg. Ja. En ik was laatst ook nog naar een taco tent geweest. Die heette Lucy Lou. Dat vond ik ook heel erg lekker. Als je echt all out gaat met eten zoals ik. Dat je gewoon alles wil bestellen. Dan kan het wel uiteindelijk prijzig zijn. Ik ben ook heel benieuwd. Maar het was wel echt heel lekker. En waar ik ook wel vrij regelmatig heen ga. Is de Sea Salt Saloon. Tiger Mama. Oh ja. Tiger Mama vind ik ook echt super goed. Ook dat is eigenlijk alles wat we nu hebben genoemd. Is allemaal shared dining. Ja. Tiger Mama kan je bijvoorbeeld 10 gangen doen voor, wat is het, 70-50 ja, of zo? Prima prijs. En dan ben je gewoon de hele avond lekker lang aan tafelen. Alles is Aziatisch georiënteerd. En ik vond het echt mega lekker. Ja. Die vind ik misschien nog wel lekkerder dan Mia. En ook daar is de inrichting ook weer heel erg cool. Heel leuk, en mooi. Ja. Ja, het eten van restaurant Leen vind ik ook heel erg lekker. L-E-W-P-E. Ja, is wel waar apart. We toen onze meeting hadden gehad. Oh ja, precies ja. Is wel een beetje aparte keuken, maar ook heel erg lekker. Maar ook weer heel cool, een beetje dat urban Berlijn-achtig gevoeltje. Ja, ja en natuurlijk Broadway. Ja. Dapotare Via. Ja, dat is pizza. Geweldige pizza. En wat ik ook wel een heel leuk tentje vind is... Luc, de kaart is minder, het is niet super speciaal, maar het interieur is wel tof. Het eten is zeg maar wel lekker, maar niet booming Precies. Vind ik. Ja.
Dus vandaar dat hij een beetje achteraan ons rijtje komt. Dus dat waren weer eventjes de vraagjes. En als je nog een vraag hebt kerstgerelateerd of iets dergelijks, laat het dan even achter in de comments. Dan proberen we die weer de volgende vlogmas te beantwoorden. En als ik net super moeilijk keek, ik heb echt ontzettend last van mijn ogen. Die zijn echt super droog. En volgens mij, ik heb er ook net ingevreven, maar volgens mij valt het wel mee met... Ja, ik heb geen smoky eyes of zo. Maar wat we nu moeten gaan doen, is eten. Dus ik denk dat ik even boodschap moet gaan halen voor de avondeten. We zijn heel eventjes eten aan het maken en Larissa blijft gezellig bij ons eten. En we gaan vistaco's maken en daar hebben we gewoon heel veel dingetjes voor wat ik straks ga laten zien. En ik wil even dus deze laten zien. Deze ken ik nog niet. Dit is de garlic and herbs tortillas van Santa Maria. En ze ruiken heel erg lekker, dus het leek me heel erg leuk om een keer te proberen. Ik heb geen idee of het bij de rest van de ingrediënten past qua smaak, maar het zal vast wel goed komen. Nou, het eten is klaar. Ik moet zeggen, doordat er knoflook en kruiden in zitten, ruiken ze een beetje Italiaan. We hebben hier dus krokante vis. Dit is limoen crème fraîche, sriracha mayonaise, ananas, salsa zonder ui. Met limoen ook en koriander, sla, cholula en extra koriander. Dus ik zou zeggen, time to eat. Ik heb echt best wel trek. Het is nu inmiddels... Het is het 10 voor 9, 5 voor 9 ongeveer. Dus het is ook wel tijd. Ik ben inderdaad de zoete aardappel vergeten. Die ligt nog tussen de grilla. Ja, ik heb hem wel gemaakt hoor. Zo, zoete aardappel. Ik weet niet waar ik het moet neerzetten. Waar wil je zitten, Liz? Hey, Sil. Hij heeft al gegeten, dus daarom blijft hij nu rustig hier. Maar anders dan was het een ander verhaal. Zo, ik heb hem even helemaal volgebouwd. Met heel veel extra koriander bovenop. Ik ga echt zout pakken. Is lekker, hè? Maakt alles zoveel lekkerder. Er zullen ook echt heel veel korianderhaters zijn die hier echt totaal niet mee eens zijn. Ja, laat me eventjes weten. Hou je inderdaad van koriander? Of ben je echt gewoon... Anti-koriander. Wij zijn echt pro-koriander. Mijn vriend die kan niet in een straal van zoveel meter van koriander zitten, want dan wordt hij gewoon echt boos. Maar ik hou ervan. En Tara ook. Hoe meer, hoe beter. Nou, we zijn inmiddels klaar met eten. We hebben ook een koffie gedronken, even een filmpje gekeken. En we dachten ons ineens van, we moeten nog een vlogvraag stellen deze video. En we dachten, laten we deze vraag even terug aan jullie stellen. Wat eet jij met kerst? Nou, wij hebben natuurlijk in de Q&A al laten weten wat wij altijd eten. Dus ik ben heel benieuwd wat er bij jullie op tafel staat. Of dat heel erg anders is. Ja, en of jullie misschien nog inspiratie voor ons hebben, aangezien we een van de gerechten moeten maken. Ja, inderdaad. Dus nou, we hopen dat jullie het leuk vonden om weer naar deze Vlogmas aflevering te kijken. Geef hem vooral een duimpje omhoog. En ja, dan zien we jullie gewoon heel snel weer morgen in een nieuwe video. Doei! Doei!